Een aflevering zonder foutmeldingen, super leuk. Hartelijk welkom, dames en heren, bij een nieuwe aflevering van de Willemits 2, aflevering 8. We gaan er eens aan beginnen, zou ik zo maar zeggen. We gaan er 3 achtbaantjes bestrijden. En jullie mogen nog altijd, en dat is de bedoeling, om achterlaten welke achtbaan er wint. Wie wint er vandaag voor mij? Wordt het Expedition, GeForce, Falcon of Firestorm? Ik weet het nog niet, ik heb het allemaal nog niet gedaan. Jullie mogen zelf ook beslissen en hoeven mij dus niet te volgen. Maar we gaan beginnen met Expedition, GeForce. En Expedition, GeForce is aan het opstarten. We wachten af. Geef het een achtbaantje. Rode baan. Redelijk rood met gele kaartjes en een andere kleurkaartje even doen. Ik zie daar volgens mij zijn het blauwe. Oranje. We gaan omhoog. Ik zie dit wel een heel erg leuk achtbaantje lijken. Het lijkt me echt een heel erg leuk achtbaantje. Eerste zicht, super leuk achtbaantje ziet eruit. Expedition GeForce. Heel veel ups en downs. Misschien, ja, de naam is in bovenhoofd. Oh shit. Holy, dit is al een moeilijke stijl erop. Ik ben er weer een hupje. Gelijk. Ja, weer down. Super hard, maar is het niet al. Zeg maar, hoe heet dat zo? Mega coaster. Hoe heet dat dan? Roller coaster. Ik ben de naam even kwijt. Ik ben zo van waar. Ook zo'n soort baan. Maar ik ben daar de naam kwijt. Wat het zo lijkt. Ramen. Ja, die ramen zit er wel. Ja, die zit. Ik heb natuurlijk een functie, maar in dat geval niet echt. Het is een beetje slecht. Weer op een down. Ik denk dat we bijna aan gaan komen. Ja, we gaan onze laatste daling maken. Nog een hobbeltje. Het einde ook weer hebben. Ja. Superleuk achtbaantje. Kort, krachtig, geen loopings. Maakt niet uit. Het einde is echt leuk, vind ik. We gaan dwars door een boom. Leuk. En dit is ook volgens mij dezelfde baantype waar we Euromir vorige keer hebben gedaan, denk ik. Ik weet het niet zeker, maar het zijn heel erg leuke karretjes, vind ik ook. Want, ja, die zijn zo schuin. Nu de achtbaan op zich, we zijn even kijken of het echt wel realiteit is. Want, als dat ook zo realiteitsig is, dan hebben ze ook van die haken aan. Maar daar gaan we even niet naar kijken. De achtbaan, goed, gelukkig moet ik zeggen. Ups en downs, ja, er zitten geen loopings in, de baan, die vlotjes, waar zaten van die remmen die eigenlijk niet zo goed zijn. Bijvoorbeeld in het begin was er ergens. We kwamen op een gegeven moment een paar remmetjes uit, die niet echt goed voor ons zitten. Dus ja, persoonlijk hè, moet ik zelf er weer uit gaan doen. Waar ze precies zitten. Ze zitten hier ergens in de baan, hier ergens dan. Was het echt hier? Waar zit die dan? Ik ben ze kwijt, denk ik. Maar toch, kijk jongens hoe die baan gaat. Lekker vloeiend. Daar. Hier. Deze. Want ik dacht ook van die baan, die gaat hier heel anders. Maar die vind ik hier niet echt zo goed zitten. Maar toch, heel erg leuk achtbaantje. Echt deze GeForces. GeForce. We gaan verder met Falcon. Jawel, dames en heren. Falcon start op het laden duurde eventjes. Van vandaag dat we dat eruit knippen. Een hangende achtbaan. Yes. Dat is een heel tijdje geleden volgens mij een hangende achtbaan, dames en heren. We worden gelijk toegetakeld. Ik zie hier een looping. Ja jongens, hangende achtbaan zijn super leuk. Echt wel, wow, 2 loopings hier. Volgens mij zijn het 2 loopings na elkaar. Falcon. We hebben eindelijk nog eens een hangende achtbaan, dames en heren. Dat is echt lang geleden denk ik dat we een hangende achtbaan hebben gehad. Heel veel dezelfde bomen. De achtbaan is nauwelijks zichtbaar. Hopelijk gaan we niet te veel missen tot ik door de bomen heen te gaan. Dat zou heel erg jammer zijn. De takeling gaat met 8 uur. Ik moet hier even hier zetten. We gaan al wat sneller. Maar dat hebben wij niet nodig. Voilà, hier gaan we al. Zoals een boom heen. En dat is echt jammer. Voilà, dit is de eerste looping. Weer door boom. Weer. Twee loopings. Nou, dit is eigenlijk een halve looping, zeg maar. Door de paal, natuurlijk. Allemaal dood. Als je het in realiteit bekijkt, zijn we allemaal dood. Dat zou dit allemaal niet zo zijn. Rammetjes, niet erg, die zitten hier wel goed. Maar dan zou je niet goed gaan denk ik. Ja, we proberen weer te komen.
die bomen zijn jammer dat ze altijd dezelfde bomen gebruikt hebben. Het zijn ook geen echte goede fijne bomen, vind ik. Want ze zien er niet echt 3D uit, vind ik. Ze zijn niet echt zo mooi, vind ik. Ik had, als ik dingen had gekozen, zou ik ook voor andere bomen kijken. Want dit is echt jammer. Waarschijnlijk komt dat ook omdat ze van Limits 1 zijn geïmplementeerd. En daar Limits 2, want het zijn de meeste zijn allemaal Limits 1 aanvaren. En dat zou wel een reden zijn. Ik ben benieuwd, we zijn denk ik bijna aan het einde. Ja. Dan moeten we hier nog even een mooie schroef. We gaan een bochtje maken, toen we niet aan het einde doen. Ik dacht van wel. Ik dacht nog wel dat ik aan het einde ging houden. Oh ja, nu gaan we wel aan het einde doen. Nu hebben we het door. Ja, we gaan nu over de baan, door de bomen, naar het einde. Dit is het einde waarschijnlijk, ja. Ja, dit is het einde denk ik. We gaan even mooi afwachten. Het stationnetje komen. Het ziet er zijn, dus we kunnen er toch uit. Kijk jongens, hoeveel bomen er hier staan. Allemaal jammer dat ze echt zo op elkaar zijn gepropt. Kijk eens hoeveel plek dat hier is. Die achtbaan is ook heel redelijk op ingebouwd. Zeker een slechte achtbaan. Ook dat is fantastisch. Dat is echt zo leuk om te bekijken. Dat is view. Zo, die achtbaantjes. Die zijn weg. Baken in de hele achternaast. Blijf view, ja. Jammer dus van die bomen, maar voor de rest vind ik wel een zeer geslaagd achtbaantje. Op naar de laatste van deze aflevering en dat is Firestorm. En ook deze laatste achtbaan van deze aflevering zal op een aflevering zonder foutmeldingen. Superleuk. Voor zijn dus alweer een achtbaan, maar vorige aflevering ook wel met die geen foutmeldingen. Maar we hebben twee hangende achtbaantjes. En dit is een achtbaan die we ruim kunnen bekijken. Dit is ook een heel ander baantype, want hier bij de vorige zijn hier de limits. En kijk, ik heb al veel minder lek dan vorige keer. Waarschijnlijk komt dat echt gewoon door die bomen. Dus aan de mensen die ooit achtbanen gaan maken voor mij, dat er niet te veel bomen in de buurt. Want, of ja, dat mag wel, maar houd een beetje beperkt, want het geeft nog wel lek. Aangezien ik niet echt een goede computer heb. Laat staan dat ik een computer heb, ik heb mijn laptop, maar dan nog. Die is ook niet zo goed. En hoe snel gaan wij naar boven, want het is ook wel 12 km per Firestorm. Dan had ik toch wel meer gedacht aan de grote oranje kleuren, maar je ziet toch wel oranje en geel terugkomen. Ook in de karretjes zien we dat geel terugkomen. Dan maken we een redelijk sterke drop. Overal heel schuin. Een heel ruim uitje rond. Heel grote beweging. Halve beweging. Dit is geen halve beweging. Dit is een weg. Dus dat zijn hele grote bewegingen. Maar ja. Dubbele beweging. Super. Dit is een deur die we trekken aan de spiraalschoen. De spiraal is een dingetje. Dit was een spiraal. Dan hebben we hier weer een soort spiraal. Ook super. En een super hardbandje. Lekker vloeiend. Even een beetje remmen. Ja, moet ook natuurlijk. Anders gaan we te snel. Deze daling. Super, super. Nog een looping. Het kan niet meer stuk. 3 loopings. 4 keer over de kop is het inderdaad 5 keer. Ik denk dat het record is op deze achtbaan al 5 keer is het. Record 6 keer. We gaan onder de achtbaan doen. En we maken de eindbocht. Met 6 loopings. 6 keer over de kop eigenlijk in totaal. Super leuk. We gaan eindelijk beginnen. Hier. En helaas steekt hier zijn baan uit. Helaas is hier een baan. Komt hier een baan binnen. En kijk ook jongens, dit is wat Rollcoaster nu niet aanbiedt. Met die ondersteuning die op allemaal op dezelfde plek eindigt. Kijk de karretjes. Kunnen we ook de karretjes switchen? Ja, nice. Ik wist het ook. Ik wist dat het kon, maar ik was even vergeten hoe. Kijk hoe mooi dat ze gaan. Ook Flyview. Flyview, het is echt super leuk achtbandje. Ik vind dit echt een hele leuk. Ik wil eigenlijk kijken hoe dat zit met die zakkende vloer. Zit er daar pompen onder ofzo? Ja, er zit een pompmechanisme onder. Ah ja, hier is het just met deze motor. Die haalt de vloer naar onder. Dus kijk, dit is dus gewoon het realisme. Dit is gewoon het realisme. Wat niet geboden wordt bij rollercoasters en dat is zeer jammer. Kijk, die arman komt binnen. Alles draait hier mee.
ben even terug naar hieronder. Oh, hieronder zeg ik. Die vloer terug opgehezen. De beurs gaan mooi open. De poortjes gaan hier dadelijk open. Dit is realistisch. Dit is een van de beste simulatie games qua pretparken die ik ken. Jullie komen er weer iets. Maar dan nog, we hebben het over de achtbaan, niet over de mechanismes. Firestorm. Redelijk alleen gebouwd. Als we het zo bekijken van bovenaf. Dit is het punt, het hoogste punt dat wij de hele achtbaan in zicht hebben. Hier hebben we de twee loopings. Dit is echt zo'n stuk van Mobiyaland. Okidoki, dit is net hetzelfde. Die komt ook zo, die gaat hier het pad over aan. Dit is besprekend. Ik herken het. Echt gewoon heel erg goed. Ook die hele omgeving. Staan daar nu eigenlijk wel dertig van bomen of staat daar gewoon niks? Dat wil ik nu toch wel eens even zien. Staan hier echt wel bomen? Of is het maar niks? Dit is gewoon een kom rond dit ding. Oké, okay, oh, vrij. Oh, fuck you. Dit is gewoon kom rond. Maar dames en heren, dit was de aflevering van vandaag. Vond je het leuk? Dou omhoog dat duimpje dan. Ik wil even niet in mijn woorden. En stem op Expedition GeForce Falcon of Firestorm. Bij mij wint, zeg maar. Ik denk toch Firestorm op de tweede plaats. Expedition GeForce bij mij. De laatste plaats van Falcon. Omdat hij zo een beetje langer. Dat vind ik jammer. Volgende week in aflevering 9 dan gaan wij verder met de volgende achtbaan. Nee, die heb ik wel eerder niet gedaan. Dit was aflevering 8, ja. Aflevering 9 moet gaan gaan, dus aflevering nummer 9. Gaan we verder met Crystal Beach Clone, Dark Avis en Giants. Giants Engine. De wervelwind. Dat is een wat klein foutje ben. Ik dacht dat ik de foute aflevering had opgenomen, maar dat was dus niet het geval. Gelukkig ook maar. Ik ben gewoon heel even mijn mapjes aan het bekijken. Want deze achtbaan en deze achtbaan hebben we al gedaan in map nummer 9 staan die. Dus die moet ik hier uitzetten. En dat moet ik dus eventjes doen. Want anders, als wij aflevering 10 doen, komt dat 9 doen, is dat niet goed. Ook voor, ja dit is ook de volgende keer. Die doen we niet, zijn andere achtbaan. De Giants doen we er wel doen. Hier is ook een fout, want deze 3 hebben we ook allemaal al gedaan. Aflevering 11 hebben we ook alles al gedaan. Aflevering 12 gaat alles weer verder. Dus ik moet een paar mapjes even herindelen. Maar het komt goed, dames en heren.